mogen duidelijk zijn. De leerlingen van de basisschool Rietlanden zijn het niet eens met het besluit om de school te stoppen. Erg. Ja. Waarom? Omdat ik al sinds groep 1 hier op school zat. En ik zit nu in groep 7. Ga je het meeste missen? Mijn klas. Alle kinderen en de juf. Ik begrijp niet dat Amsterdam hiervoor staat. Begrijp ik echt niet. De Rietlanden moest dicht omdat er al jarenlang te weinig leerlingen op zitten. Maar nu verkeren veel kinderen en hun ouders in grote onzekerheid. De situatie zoals het nu is, is dat er 50 plekken zijn en 100, meer dan 100 kinderen die geplaatst moeten worden. Dus er komen nog heel veel plekken tekort. Als je ziet wat er is gebeurd in die 2 maanden, dan is er echt, dan gaat het heel erg traag. Ik heb hele grote twijfels en ik heb hele grote zorgen. Het schoolbestuur zegt er alles aan te doen om de leerlingen over te plaatsen naar een school in de buurt. We zullen zo goed mogelijk ons best doen om alle kinderen een plek te geven waar ze volgend jaar goed kunnen beginnen. Kunt u iets garanderen misschien? Ik ga heel erg mijn best doen. Maar garanties kunt u niet geven? Nee, die kan ik niet geven omdat ik in dat opzicht natuurlijk ook afhankelijk ben van de andere scholen en de andere besturen. De gemeente heeft een coördinator aangesteld die moet helpen om voor elke leerling een nieuwe plek te vinden.